mijn legioen. Bekend bij je. Legioen, moet je zeggen, anders valt hij me daarop aan. Legioen, rechter vleugelverdediger. Ja, zeer talentvol. Snel, dynamisch, aanvallend zeer goed. Een verdediger moet hij nog wat sterker worden. Maar wat me opvalt, hij is een klein mannetje. Hij springt boven iedereen uit. Hij kan heel hoog springen. Dat is wel opvallend. Introverte jongen, maar werkt daar nu ook hard aan. Dus het individuele plan is op hem ook losgelaten. Ruben Legioen geldt als een van de grote talenten van de selectie van Ajax. Maar wat voor type mens is deze Gregory van der Wiel van de toekomst? Heel sociaal. Behulpzaam. Behulpzaam heeft hij van mij. En verlegen heeft hij nog meer van zijn vader. Hij is dus ook verlegen. Meestal als er voetbal op tv was, wouden ze wat anders kijken. Maar ja, mijn vader en ik keken toch dan gewoon voetbal. En dan keken ze ook gewoon mee. En nu is het gewoon normaal geworden. Het draait ook een beetje om Ajax hier. Het huis van de familie Legioen lijkt één groot altaar van de rechtsback van jong Ajax. Al vanaf dat hij een paar jaar oud is, steunt zijn hele familie hem in zijn ambitie om profvoetballer bij Ajax te worden. Dan was ik misschien 7, 8. Hij heeft eerste keer meegedaan met opgegeven talentendagen. Was niet doorgekomen. En een paar weken later bij OSV heeft hij een brief ontvangen van dat hij stage mocht lopen. En daar was hij hartstikke blij mee. En ik ook. Nee, toen had ik het nog niet zo in de gaten van wat me te wachten staat. Ja, dat elke dag trainen, omdat ik natuurlijk ook van het werk. En dan moest ik snel naar huis hem ophalen van school. Regen, wind, storm, hagel, noem maar op. Zeg maar tijdens de trainingsdagen, dan, ook al was het koud, bleef ik buiten staan. Ik denk, nou, als hij dat kan, moet ik het ook kunnen. Omdat hij ook met zijn zusje heeft gespeeld, dan stond ik wel in de middenlijn. Speelden ze samen. Dan keek ik eerst een beetje naar Ruben, draaide ik me om, moest ik naar mijn andere dochter kijken, let wel. Maar op zich is alles goed gekomen. Mijn zus, Genevieve. Ik was de laatste man en mijn zus was spits, dus alles ging naar voren en zij maakte wel bijna alles af. Dus het ging wel lekker samen. Dit is mijn eerste shirt. Nou, tenminste nog niet ingespeeld. Was ik in de A1. De wedstrijd speelde zaterdag zelf tegen Feyenoord thuis. We hadden nogal verloren. Toen werd ik gewisseld. En toen hoorde ik op de bank dat ik bij het eerste mocht aansluiten. En toen kreeg ik 49. Deze is het Nederlands elftalsje. Dat was het WK in Nigeria. Dan had ik nummer 12. Ja, dat was een mooie ervaring, maar ja, helaas waren we in de pool al uitgeschakeld. En hier hebben we mijn andere zus, Priscilla. En dan mijn jongste zusje. Doortje. Deze heb ik ook nog. Als je na 10 jaar al in de club zit, dat is ook mijn laatste jaar in de jeugd. Dus na 10 jaar krijg je er eentje. En als laatste, ja, mijn eigen shirt. Waar ik uiteindelijk mocht debuteren. Tegen AZ thuis, tweede helft kwam ik erin. Legioen met nummer 31. Ik vind het wel leuk dat die... Dat hij wel bij Ajax speelt en dat hij ook voor het eerst zijn debuut had gemaakt. Eerst warm lopen en toen de helft stond hij daar bij Frank de Boer. En toen ging hij in het veld voordat de wedstrijd begon. Ik dacht wel dat hij zijn tegenstander wel uit kon zijn. Ruben heeft het echt fantastisch gedaan. Ik denk dat die tegenstander heel vaak zijn rugnummer heeft alleen maar gezien. Als je aan Ruben denkt, dan denk je aan opkomen. Nou, dat heeft hij vandaag fantastisch gedaan. Maar ook verdedigend, vooral in de tweede helft, zag je dat hij nog meer vertrouwen kreeg. Je doet het al jaren voor dit. Uiteindelijk mag je het doen. En, ja, mijn ouders waren er ook. Dus die hebben het ook gezien. Een hecht en warm gezin waarin Ruben altijd gesteund wordt. Niet alleen door zijn ouders, maar ook door zijn tante. Om zijn familie altijd bij zich te dragen, heeft hij een tatoeage laten zetten. Ik zet tatoeages voor de mensen die gewoon dicht bij me zijn. We zaten hier met mijn zussen. Toen spraken we over tatoeages en zo. En toen zeiden we van, we willen er best wel inzetten. Maar het heeft nog wel een tijdje geduurd voordat ik hem ging zetten uiteindelijk. Legioen, mijn eigen achternaam. Die had ik op de binnenkant van mijn arm. Een kruis. Geboortedatums van mijn zussen, van mijn vader en van mijn moeder.
En dan hier mijn moeders achternaam. En een prijs. Met Wolken. En mis ik hem ook. Wat zou een bewuste, weloverwogen jonge voetballer willen doen met zijn leven naast het voetbal? Ja, ik denk dat ik toch iets met jongeren zou doen. En dat doet hij nu al bij Ajax Streetwise. Ja, een beetje van de straat leren kan geen kwaad. Dus hier begon het. Vooral de zomer gewoon altijd voetballen buiten. Ja, maar meestal nog met jassen gewoon en als doelen gebruiken. Ja, ik vind het wel leuk als je met mensen praat en dan ze bloeien daarin. Of vind ik toch wel mooi om te zien. Net als hoe hun bij mij zien, zeg maar. Ja, iets die richting op, gewoon met ze praten. En gewoon op de goede weg proberen te brengen. Ja, dat je niet anders hoeft voor te doen dan wie je zelf bent gewoon. En dat is het mooiste. Dat mensen je waarderen en gewoon nemen wie je bent. Het mooiste wat je kan worden is jezelf.